Alfa is een bijzondere brouwerij. Baan 5. Uniek gelegen in het Limburgse heuvellandschap. Opgericht door mijn overgrootvader in 1870. Het is een echte Limburgse familiebrouwerij. In de familie Meens hebben wij de brouwtraditie en de receptuur van vader op zoon doorgegeven. Zo heb ik ook het vak geleerd van mijn vader. Ik ben de vierde generatie. En de vijfde generatie staat te popelen om het bedrijf over te nemen. Er zijn vier ingrediënten nodig voor bier te bereiden. Het alleruniekste en belangrijkste voor de bereiding van bier is bronwater. Wij hebben 6000 jaar oud bronwater. Dan heb je goede hop nodig. Die gebruiken we al sinds 1870. Dat is Tettnanger hop. En die geven een specifieke, hele mooie smaak. En dan krijg je een prachtig hoparoma aan bier. Daarna heb je natuurlijk de gist. We hebben een eigen rijncultuur. Dat is de Meens stamgist. En dan heb je natuurlijk mout. Mout, wat resultaat is van gerst die in de mouterij vermout is tot mout. Het lageren van bier is super belangrijk. Je kunt bier snel maken, snel lageren, maar dan krijg je geen optimaal bier. Wat wij doen is eigenlijk traditioneel koud en langzaam vergisten en koud en langzaam lageren. Goed bier heeft tijd nodig. Kwaliteit boven kwantiteit. Wij doen geen concessies aan kwaliteit. Dan maar iets minder hoeveelheid, maar die kwaliteit staat bovenaan. En dat geeft dat wij een uitzonderlijk bier brouwen. Bier brouwen is gewoon passioneel bezig zijn met een product. Als je bereid bent om er iedere dag voor te knokken, de beste ingrediënten te nemen en je vecht iedere dag opnieuw voor de optimale kwaliteit, dan krijg je een uniek product. En dat is onderscheidend in zijn soort. En daarom noemen wij ons Pils Edelpils. Je kunt nog zoveel vertellen over bier, maar er is maar één manier om te ontdekken of het verhaal klopt. En dat is zelf de brouwerij te komen bezoeken en het bier te proeven.